Goedemiddag. Wij zijn in Polen. We hebben een heel stuk snelweg gehad. Dat hebben we overleefd. De gemiddelde chauffeur hier heeft last van een te hoog testosterongehalte. Het is niet te geloven hoe ze elkaar na het leven staan. Dat is echt, daar hebben we het nog wel een keer over. Maar echt fijn rijden is het niet. Bumperklevers op de millimeter, bijvoorbeeld. Rechts inhalen en dan boos worden als je ze alleen maar aankijkt. Nou, nee, is het niet. Maar goed, oké. We zijn van de snelweg af. We zijn naar een hotel onderweg. Is nog een uur of twee rijden ongeveer. Dat duurt zo lang omdat we op de kleinere wegen rijden. En ja, dit is dus zo'n dorpje. En zoals je ze in Polen ziet dus. En ik kom er nog wel even een keer op terug. Denk ik, als ik iets leuks zie. Maar ik moet we zeggen, als we iets leuks zien, toch? Ik moet jou erbij betrekken. En dat doe ik niet, hè. Graag. Hè. Nee. Ik zal het nooit meer doen. En soms niet. En soms moet ik je er ook niet bij betrekken. Ja. Maar wanneer weet ik dat dan? Nou, ik kan je wel ongeveer aan mijn gezicht zien. Ook kan ik aan je gezicht zien. Oké, als je zo kijkt. Nou, dat ga ik niet laten zien, hoor, als je kijkt. Dat ga ik niet. Dat weten jullie het straks ook. Daar hebben we niks aan. Goed, oké. Goed, in Polen dus. Tegen de Tsjechische grens. We zijn Polen ook omhoog gegaan aan de andere kant. En we gaan naar beneden aan deze kant. En we hebben het naar ons zin. We hebben het lekker gegeten. Geweldig soepje. Sla rechtsaf naar Slaska. De Droga Krajowa 45. Hoor je er? Begrijp jij het? Wij niet. Maar we volgen de pijl. Hoi.